die heeft dat geregeld. Heel goed. Ja, dat is goed gedaan. Daar moet je genoeg van hebben. Wij zijn een schoolplein bij toekomstig Huis Mierenveld aan het ontstenen. Huis Mierenveld is de oude Bilanschool aan de Mierenveldstraat. En die is onlangs verkocht door gemeente aan bijzondere plekken. En we gaan er een hele bijzondere plek voor maken. Voor en de buurt en kleine ondernemers. De buurt is zeker bezig. De kleine ondernemers binnen zijn ook al. Sommigen zijn gestart. Dus leuke initiatieven. Er wordt één deel wordt huiskamer. We mogen twee lokalen gebruiken. Er wordt een huiskamer en er wordt een keuken ingemaakt. Waarbij we inderdaad een buurthuis of ontmoetingsruimte, kan ik beter zeggen, van maken. En de buurttuin is ook ontmoetingsplek. Nou, het is eigenlijk NL doet, maar het past perfect natuurlijk in Steenbreek. Want we gaan er zeker planten in zetten, we gaan moestuinieren, we gaan een pluktuin maken, we gaan er een mooie groene oase van maken. Dat is vanmiddag denk ik nog niet klaar, maar NL doet, nou ja, we zijn in trek. Dus vanochtend hebben we iets van 15 mensen en vanmiddag 30. En morgen hebben we ook nog een club van 20 mensen. Dus ik denk dat het gaat lukken. Dan heb ik de eer om de ontmoetingsruimte, in ieder geval de buurtactiviteiten, bewonersactiviteit moet ik zeggen. Hè, om die, dat het huis bekend is. Hè, dat mensen het weten te vinden. Dat het echt een mooie ontmoetingsruimte wordt. En dat er ontmoetingen plaatsvinden. We kunnen nog klushulp, verfhulp, we gaan nog inrichten, dus er moeten de spullen in elkaar gezet worden en in de tuin straks aanplanten, plantjes brengen, kweken voor ons, dus genoeg te doen. Lieve Amersfoorters, mensen uit Amersfoort-Zuid, kan ik beter zeggen. We gaan hier een fantastische plek maken voor ons, dus ook voor jou. Kom je handen uit de mouwen steken, kom bijdragen, kom genieten in de buurttuin. En we zien je heel graag in Huis Mierenveld voor de fijne activiteiten die we gaan organiseren. Of die jij hier gaat organiseren. We horen je graag. Programmering hm@gmail.com, daarop zijn we bereikbaar.